Mijn lieve mama, in Italië is iets verschrikkelijks overkomen. Er was een vrachtauto met flespompoenen op zijn weg naar Rome. Hij kwam langs mijn geboorteplaats, het prachtige Bracciano. En reed over mijn moeders hand, la sua mano. Hoe moet zij nou ravioli maken? Het recept weten zij en ik alleen. Binnenkort is la competizione. Ik moet er dus zo snel mogelijk heen. Mamma mia, ik moet heel snel naar je toe. Mamma mia, maar ik weet alleen niet hoe. U weet dat ik de allerlekkerste gerechten maak. Naast in de keuken ben ik overal wel nodig in de zaak. Als ik ze hier alleen zo laat, dan raakt de boel in de problemen. Als ik strakker ben, die moet de zaak over gaan nemen. Kan ik kiezen, grande uomo, echte man. Of misschien vrouw Helga, beter lady geven kan. Of Isabella, dan een vrouw, van eentje die wel in zijn toont. En anders op het hulpje, maar die is altijd stond. Anders is er mijn boekhouder ijsbrand. Misschien doe ik wel op een beroep. Ik moet snel een vervanger vinden. Anders loopt hier alles in de soep. Mamma mia, je moet heel snel naar je toe. Mamma mia, maar ik weet alleen niet hoe. De tijd begint te drinken, ik word moe van al die dingen. Queste cose mi fan diventare matto. Ik vind met behulp van internet. Ik kom heel snel naar je toe. Mamma mia, en ik weet nu bijna hoe. Mamma mia, want ik surf natuurlijk snel. Mamma mia, op